Mijn naam is Anaïs, ik woon in Aalst. Ik ben 32 jaar, ik werk voor de politie van Aalst en ik heb 2 kinderen. In een schoolomgeving vind ik het belangrijk dat de snelheid wordt aangepast, dat de bestuurders ook rekening houden met onvoorziene omstandigheden. Ik hoop dat de gasboetes een groter impact gaat hebben dan nu de gewone verkeersboetes, omdat dat inderdaad sneller gaat en dat dat daardoor de mensen wel een beetje doen nadenken. Ik denk dat iedereen wel een keer een fout maakt. Ook ik ben niet vrij van zonde. Maar ik probeer mij wel zoveel mogelijk aan de regels te houden, ook omdat ik in mijn job een voorbeeldfunctie heb. Ik heb zelf ooit al een zwaar verkeersongeval gehad. Ik heb veel geluk gehad, zal ik het zo zeggen. Dat verkeersongeval was voor mij een eye-opener, omdat ik daar heb beseft van, ook al ben je ergens te laat en wil je haasten, dat het eigenlijk allemaal de moeite niet waard is om daar eigenlijk je leven voor te riskeren. Ik kom misschien liever 5 minuutjes te laat, maar veiligheid op dat moment primeert.